Ik ga met de meiden naar de kinderarts. En nu voor de eerste keer. Dus dat is even een soort van spannend of zo. Ja, hier is Ramos dus ontstaan. Bijzonder. Nee. En hier trouwens, hier is ook nieuwe vermannen ontstaan. Wauw, we hebben dus zo'n mooie spiegel gevonden. Kijk deze. Net wat minder gezond, zoals dus broodjes met Nutella. Dan hoeft het echt dus niet de hele dag meteen helemaal verkeerd te gaan. Ik ga wel eventjes laten zien wat ik heb gemaakt voor ontbijt voor de kinderen. Ik heb net iets heel leuks gedaan. En ik slik zelf dus ook deze supplementen speciaal voor mijn hormoonbalans. Daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Wij hebben net geparkeerd bij het ziekenhuis. Want ik ga met de meiden naar de kinderarts. Voor de laatste keer. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dat het de laatste keer zal zijn. Dat is best wel een momentje eigenlijk. Want uiteindelijk, ja weet je, we gaan nu deze periode hier afsluiten. En dit is ook de kinderarts die niet direct bij de geboorte was. Want de meiden hebben eerst op de NICU gelegen in Veldhoven. Omdat ze zo vroeg geboren zijn. Daarna zijn ze naar Tilburg gegaan. En die kinderarts is nu onze vaste kinderarts geweest de afgelopen 2 jaar. En daar gaan wij nu naartoe om het af te sluiten. Dus ja, spannend wel zo. Ik weet niet. Wel een bijzonder momentje. We gaan het zien. We gaan even wegen en meten. Maar ik verwacht dat alles gewoon helemaal goed is. Dus dat we zo klaar zijn en dat het dan gewoon klaar is. Opa, oma. Opa, oma? Ja. En die zijn er niet bij, hè? Nee. Zo, daar gaan we. We vieren een feestje, meiden. Ja, hè? Oh, wij hebben lekker even met z'n drieën gevierd, Poppy, Charlie en ik. Dat we deze periode kunnen afsluiten. Ze hoeven niet meer naar de kinderarts. Dus dat is gewoon één groot zegen. En ik ben zo blij dat het uiteindelijk zo is afgelopen. Dus alleen nog even naar de kinderfysio. Dit zit eigenlijk. Dus ja, ik ben helemaal blij en gelukkig. En ik wist het al wel natuurlijk. Want je ziet zelf hoe je kinderen opgroeien. En wat ze kunnen en wat ze nog niet kunnen. En of dat dan passend is, zeg maar. Maar goed, ik ben gewoon heel blij dat het uiteindelijk nu afgesloten kan worden. We hebben nog lekker met z'n drieën eventjes wat gegeten beneden. Daar heb je zo'n Douwe Egberts restaurantje. En ik at daar echt in die 10 weken dat zij in het ziekenhuis lagen, heb ik daar heel veel paninis met kaas gegeten. Echt zo'n hele vette, weet je wel. Dus die heb ik net nog even ter afsluiting, symbolisch, heb ik dat nog even opgegeten. Met een cappuccinootje erbij. De meiden een cakeje, een muffin om het te vieren. En nu gaan we lekker naar huis. Ja, we gaan even lekker een spaghettietje opwarmen. Van oma gisteren. Had oma gisteren gemaakt. En die gaan we nu... Ja, jij wil ook, hè? Ja, pasta gaan we opwarmen. Wat een mazzel. We hebben net een heel stuk gewandeld nadat de kindjes hadden gegeten. En ik heb ze daarna op bed gelegd. En nu kom ik net beneden en heeft Ed heel lekker gekookt voor ons. Helemaal gezellig. Een roosje. Een kaarsje. Een lekker broodje met een pompoenburger. Dit hadden we trouwens van HelloFresh. Ik weet niet of je het precies hetzelfde hebt gemaakt. Of bijna. Een soort eigen touch. Een tomatensalade. En een lekker glaasje om te vieren dat onze meiden de laatste controle hebben gehad. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. Morgen, het is vandaag vrijdag. Je hoort Ed lekker op de achtergrond zingen, volgens mij. Ik ga even trainen, want Ed die heeft vandaag zijn werkdag. Ik ben vrij. Dus ik ga even 's ochtends vroeg trainen, dan heb ik het lekker gedaan. Anders komt het er niet meer van. We gaan ook lekker naar de Efteling en zo. Nou, in ieder geval, ik neem gewoon... Voor mijn training, of eigenlijk tijdens mijn training, voor het ontbijt, neem ik een shake. Ik ben echt net wakker. Ik heb een vanillesmaak met amandelmelk. En dat doe ik dan in mijn shakebeker. Shaken en dan ga ik lekker sporten. En ik ga een nieuwe workout doen. Die ga ik even lekker weer uittesten. Het is een 12 minutes cardio workout without jump. En ik had geen zin om mijn laptop te pakken. Dus ik pak lekker mijn... Oh, hij is helemaal niet scherp. Dus ik pak lekker mijn telefoon erbij. Sportkleren heb ik aan. En dan gaan we het gewoon doen. Let's go.
Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren even niet gevlogd, want ik was lekker met de kindjes. We zijn gezellig naar de Efteling geweest gisteren. En nu sta ik op het punt om alle drie de kindjes naar mijn oom en tante te gaan brengen. Want daar gaan ze logeren. Voor de eerste keer dat ze ergens anders gaan logeren dan bij mijn ouders. Dus dat is even een soort van spannend ofzo. Maar ze gaat vast heel leuk hebben. Gaat vast goed komen. Ik ga ze wegbrengen en dan hebben Ed en ik... Hé meid, ja, ze staat er helemaal klaar voor deze dame. En Ed en ik die hebben dan vandaag en morgen met z'n tweeën. Dus gaan we leuke dingen doen. Oké, kindjes zijn weggebracht. En wij zijn inmiddels in de stad en we zijn lekker bij de casa. Helemaal leuk. We hebben al twee leuke kommetjes gevonden. Ik ga helemaal op een gemakje alles bekijken hier. Kijk hoe leuk. Voor de yoghurt. Wij hebben heerlijk gewinkeld. Echt zijn alleen maar naar leuke woonwinkeltjes geweest. En kaarsjes en accessoires en een spiegel en zo. Allemaal leuke dingen gekocht. Nu hebben we de auto weer gepakt en gaan we naar Breda. We zijn nu in Tilburg. We gaan nu naar Breda, naar de Trendhopper. Want ja, daar waren wij dus laatst en daar hadden we zoveel leuke dingen gezien. Maar toen konden we niks meenemen, omdat we toen een kindje bij hadden, et cetera. En toen hadden we online gekeken om dingen te bestellen. Maar ja, toen waren ineens de levertijden allemaal heel lang. Dus, lang verhaal kort, we gaan daar nu naartoe. Om te kijken of dat we daar wellicht weer iets leuks zien, zoals bijvoorbeeld een lamp. En het dan meteen mee kunnen nemen. Dus ik hoop het. We hebben nu als goed... Staat de kinderwagen niet in de kofferbak? Nee. Oh, gelukkig. Oké. We hebben nu een lege kofferbak, dus... We kunnen een lamp meenemen, denk ik. En anders laat ik Ed gewoon daar. En dan ga ik zelf nog eens met mijn lamp. Hij moet tenminste eigenlijk een lamp. Dat is heel leuk. Wij zijn ongeluk verkeerd gereden. En nu zijn we dus in de oude wijk waar Ed en ik samen hebben gewoond. In Breda. Was maar heel even hoor. Want we zijn samen vanuit Haarlem zijn we naar Breda gegaan. En vanuit daar zijn we uiteindelijk naar Waalwijk gegaan. Waar we dus nu wonen. Maar we zijn, hoe lang is dat geweest? Een jaartje denk ik. Ja. Zijn we in Breda geweest en daar hebben we Ramos gemaakt. Zeiden we net tegen elkaar. Ja. En wij liepen hier altijd, heel leuk om te zien. Maar ja, hier is Ramos dus ontstaan. Ja, hier was ik zwanger van eerst van hem. Tot 20 weken. Gek helemaal, ja, heel gek om hier te zijn. Zijn we nooit meer geweest ook, hè? Nee. En hier trouwens, hier is ook Nieuwe Vermomma ontstaan. Daarboven in die grote zwarte flat die je hier ziet. Daar is dus New Perfect Mama ontstaan. Oh, cool hè? Ja, echt hè? Hier hebben we gewoon, hier heb ik gewoon gedacht van, ja, dat wordt het New Perfect Mama. Ja, zo leuk! Daar woonden wij. Wauw, we hebben dus zo'n mooie spiegel gevonden. Kijk deze. Oh, ik denk dat we hem mee gaan nemen. Oh, fantastisch. En een stoel, maar die is niet op voorraad. Dat is een beetje jammer. Maar wel echt heel mooi. Echt. Ik denk dat die heel mooi is in onze woonkamer hè, deze. Jammer alleen dat hij dus niet op voorraad is. Misschien in Den Bosch rijden we heel snel daar naartoe. Nee. Is hij niet te kolossaal zo? We zijn weer thuis. We hebben deze meegenomen bij Quantum. Ik vind daar moet het tegenaan zien, hè? Ja. Ja, het is wel leuk. Ik denk juist dat het heel spul is. Ja, het is wel leuk. We hebben echt sowieso heel veel leuke spullen gekocht. Sowieso die stoel die je dus net zag, maar die wordt later geleverd. We hebben deze gekocht, ook heel erg leuk, vind ik zelf, bij Casa. Deze spiegel is voor in de wc. We hebben een lamp gekocht voor hier, boven de eettafel. Deze twee kommetjes hebben we gekocht, ook van Casa. Helemaal leuk voor de yoghurt. Deze heb ik voor in de wc gekocht, van die leuke handdoekjes. Deze en deze bij Dille en Camille. En deze twee kaarsen. En dan nog bij Sissy Boy. Hele leuke... weet je dat? Kaarsaccessoires. Oh, het heeft hier toch allemaal weer lekkere dingen, die jongen. Kijk. Helemaal leuk. Oh, leuk hè? Deze hebben we dus bij Sissy Boy gekocht. Ja,
helemaal leuk. Die ga ik denk ik even op de dressoir of misschien op de schouw zetten. Ja, helemaal blij mee. En deze geurkaars bij de H&M Home. En die ruikt heel erg lekker, maar ik vond vooral ook eigenlijk wel gewoon het heel leuk hoe je eruit ziet. Dus. En in het kader van je moet vieren wat er te vieren valt, gaan we lekker in de tuin zitten met z'n tweeën. En olijfjes eten. Lekker. Helemaal uitgerust. Zien we eruit. Helemaal. Zeker. Het was in ieder geval helemaal chill. We hebben lekker nog een drankje gedronken samen buiten. En gewoon helemaal chill, helemaal lekker frietjes besteld uiteindelijk op de bank. Een beetje klef wel, maar goed. Nu is het de volgende dag, dus zondag. We zijn helemaal opgefrist en we gaan lekker naar het centrum lopen samen. Om een koffietje te drinken, want onze koffie was op. Dus die gaan we eventjes lekker ergens halen. Nou, dat was een heel kort rondje stad. Want Charlie is niet helemaal lekker. Die had gespuugd en die heeft koorts en... Die had al 2 uur geslapen en toen had mijn tante haar wakker gemaakt. Omdat ze zo lang sliep, dus die is gewoon niet helemaal lekker. Het is nu ook iets van 1:30 of zo. Dus we gaan zo lekker... Oh nee, 2:50 zelfs al. Dus we gaan zo lekker naar ze toe. We zijn meteen gewoon terug naar huis gegaan. Want we dachten, ja, nee. Wandelingetje in ieder geval wel gehad. Ik heb nu even een smoothie gemaakt voordat we gaan. Als lunch, want vanochtend hadden we lekker ontbijt op met broodjes met Nutella. Oh, helemaal lekker. Een hard broodje uit de oven met... Nutella en dan wordt het zo helemaal zacht en warm. Maar goed, nu even een smoothie en dan gaan we. Standaard receptje, amandelmelk, banaan, mango. En ik heb er nog blauwe bessen in gedaan. En die mango en blauwe bessen komen uit de vriezer. Dus deze ga ik lekker inschenken in mijn shakebeker en dan kunnen we gaan. Zo zie je maar. Soms kun je prima als je bijvoorbeeld in de ochtend op zondag een keer net even iets anders eet. Dus eigenlijk gewoon net wat minder gezond. Zoals dus ja, broodjes met Nutella, net als ik vanochtend. Kun je prima gewoon daarna de dag weer verder lekker oppakken. En als lunch dus bijvoorbeeld een smoothie maken. Of lekker een salade met een crackertje erbij. Dan hoeft het echt dus niet de hele dag meteen helemaal verkeerd te gaan. Dus dat is misschien een fijne tip voor je om gewoon rekening mee te houden. Waarschijnlijk was dit echt de saaiste vlogdag ever. Maar hang in there. Het gaat echt nog leuker worden. Want morgen ga ik jullie gewoon nog een dagje meenemen. Ik ga wel eventjes laten zien wat ik heb gemaakt voor ontbijt voor de kinderen. Ik krijg heel vaak vragen over wat de kindjes eten, wat ze niet eten, bla bla. Dus ik dacht, ik ga dit even aan jullie laten zien. Hele fijne tip voor je. Vooral als je kindjes al naar school gaan. Want dit kun je gewoon klaarzetten in de koelkast. En dan hoef je het alleen maar zo eruit te pakken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een klein beetje ben uitgeschoten met de chiazaadjes. Maar goed, dat terzijde. Het is een bakje met havermout, met rozijnen, met chiazaad, amandelmelk. En dat gemengd zet ik dan in de koelkast. En de volgende ochtend kunnen ze dat gewoon lekker eruit pakken. Er moet nog iets meer havermout bij. Dat kunnen ze dan lekker eten met wat fruit nog erbij. We hebben nog steeds super veel frambozen, dus die kunnen ze dan gewoon erbij doen. En nog wat noten, dat vinden ze ook heel lekker, dus die doen ze meestal ook erbij. Maar dat doe ik dus niet de avond van tevoren, want dan worden die zo helemaal ja, zacht en dat is niet lekker. Maar die doe ik dus in de koelkast en dan kunnen ze dat lekker eten. Verder alles nog steeds goed hier. Het is dus zondagavond voordat je dat kwijt was. Lars gaat morgen weer naar school. Die is afgelopen week niet geweest omdat hij dus was gevallen vorige week op school. Echt super super sneu. En schrikken en alles heb je misschien op Instagram wel gezien. Maar die gaat morgen dus weer naar school. Dus alles is weer klaargemaakt. Ja, dat is eigenlijk. Ik ga even lekker... een chill avondje houden en dan morgen weer aan het werk. Ik heb er weer helemaal zin in. Heb ik elke zondagavond denk, oh lekker. Weekend was fijn, maar ik heb ook weer... Deze leg ik alvast op tafel met slappertjes et cetera erbij. Handig. Oh. Niet als ze vallen. Maar ik heb dus elke maandag weer zin om lekker te gaan werken. Ja, goed hè. Tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Weer een nieuwe week, weer een nieuwe werkdag voor de boeg.
Ed is nu met het kindje beneden. Ik heb ze net helemaal aangekleed, et cetera. Terwijl Ed dan even lekker kon douchen en zichzelf helemaal klaar kon maken voor vandaag. Nu zijn zij beneden aan het eten en ben ik even een make-upje aan het doen. Bijna klaar. Zelf aan het aankleden. Sportkleding aan, want ik ga deze ochtend lekker sporten. En dan kan de nieuwe werkweek weer beginnen. Ik ga jullie lekker weer meenemen vandaag. Ik dacht, dat vind ik wel leuk op de maandag. Maar ik heb boven helemaal geen plekje waar ik jullie lekker neer kan zetten met make-up en zo. Dus dat moet ik nog even creëren. Dat deed ik eerst wel vaak in het oude huis. Maar ja, ik weet niet. Ik kan jullie hier niet echt ergens neerzetten. Zoals je ziet. Ik heb even snel weer een wasje erin gedaan. Charlie die is dus nog steeds niet helemaal lekker. En die heeft gisteravond echt alles ondergespuugd. Dus ik heb meteen even het eerste wasje aangezet, het tweede klaargezet. En deze uit de droger, die kan hierin. Oh, dat houdt gewoon nooit op, hè, dat wasverhaal, echt. Als ik het dan helemaal heb bijgewerkt, dan heb ik echt gewoon, hier zit een was in. Deze uit de droger, die is klaar van gisteren. Deze, die moet nog gewassen worden. Dit is allemaal klaar. En dan staat er eigenlijk nog een hele wasmand. Terwijl ik gewoon... Het is niet zo dat ik het dagen heb laten versloffen of zo. Het is zo snel gaat het gewoon. Echt zo bizar. Maar ik doe dit straks. Het staat in ieder geval aan. Zolang het schoon is, is het goed. Wij zijn onderweg. Ik heb Ramos op school afgezet. Nu zijn we onderweg naar het kinderdagverblijf. Rijden we net langs huis, want dan komen we dan langs als we vanuit... Ja? Oma. Oma? Oh nee, oma is hier niet, schat. Rijden we langs huis. Maar... Ik heb maar één dame mee, Bobby, want de andere dame die is dus thuis. Die was dus niet lekker. Hoewel het net wel weer redelijk oké ging. Dus wellicht, als ze zich weer helemaal goed zou voelen, zou ik nog kunnen overwegen om haar in de middag naar het kinderdagverblijf te brengen. Ik dacht, ik ga haar niet ziek melden, want als ik haar ziek meld, mag ze volgens mij niet meer komen. Dus ik zeg gewoon, als ik deze dame afbreng, dat de andere dame misschien vanmiddag nog komt. Ziek, hè? Zegt Bobby net. Lali ophalen. Hè? Lali ophalen, hè? Nee, mijn Lali is een beetje ziek. Oh. Dus nu gaat Bobby alleen naar schooltje, hè? Vind je dat leuk? Ja? Met de klas spelen. Ja. Ja. Komt goed, hè, meid? Je kent daar toch al heel veel kindjes, hè? Ja. Zijn we er klaar voor, hè, Charlie? Ze is wel weer wat aan het eten, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Even die tv iets zachter. Ik vind maandag altijd een hele leuke werkdag. Eigenlijk mijn favoriete werkdag. Dat je dan na een weekend weer lekker fris begint. En dan is het druk en dan zet er veel pressure op. En dan vind ik altijd fijn werken. Alleen mijn batterij is leeg, dus die ga ik eerst even opladen nu. Maar goed, vandaag is alles een beetje anders. Dus ik ga kijken wat ik kan doen. Ja, we gaan het zien. Het is lunchtijd. Ik heb eventjes sportmatjes buiten gelegd, want wij gaan eventjes sporten in onze lunchpauze. Want ik ken dat op maandag dan hebben we altijd een super drukke dag. En nu Charlie thuis is, ben ik bang dat de kans groot is dat ik vanavond nog even iets moet doen. Dus ik dacht, laat ik nu even sporten. Heb ik dat vast gedaan in ieder geval. Allerfijnste dat er is. Deze dame heeft echt super lang geslapen. Echt 2,5 uur in de middag. En ik ben dus hier naar boven verkast. Ik heb hier een bureautje gemaakt boven in de waskamer. Want er beneden allemaal mensen zijn, allemaal dingen aan het doen. Dus ik dacht, kan ik me even hier terugtrekken? Ik heb net iets heel leuks gedaan. Want we hebben namelijk een nieuw supplementenpakket. Dat ik ga laten toevoegen op de website. Dat heb ik net helemaal klaargemaakt. En dat is een pakket voor hormoonbalans voor vrouwen. En daarin zitten speciaal samengestelde supplementen. Die bevorderlijk zijn voor het hormoon... regulatie. En ik vond dat er zeg maar nog echt aan brak. Dus aan ontbrak. Dus dat komt nu op de website. Ik zal even een linkje erbij zetten. Want ik denk als deze vlog online komt dat het al wel in zit. En ik slik zelf dus ook deze supplementen speciaal voor mijn hormoonbalans. En met name de Kril Omega helpt daar echt ontzettend in. Dus die gebruik ik elke dag daarvoor. Ik gebruik zelf geen anticonceptie. Meerdere redenen. Maar ja, in ieder geval is die Kril Omega dan heel erg fijn voor een natuurlijke hormoonbalans. Oh, ik wilde heel graag eten of filmen wat we lekker gingen eten, maar ik ben te laat. Het is al op. Lekker eten! Charlie wil niet eten, hè? Maar deze dame die is nog bezig. We eten dus lekker rijst met roerbakgroenten. Jij mag van tafel op. En we hebben vegan nuggetjes.